Ontzettend mooier. Schitterend. Bravo, dank u wel. Nou, mooier kan toch niet? Schitterend. Ik wens u allen een zeer goede morgen, dames en heren. En dat geldt voor u thuis en dat geldt voor u hier in het Spand. Ik richt mij eerst even tot de huiskamers waar u zit. Het is ontzettend leuk eigenlijk, hè, om na 12, na het vuurwerk, als eerste een programma te mogen presenteren. Dat doet mij zeer goed. U neemt me dan ook niet kwalijk, hoop ik, dat ik nu eventjes zeg van ja, ik zit tenslotte niet in hun midden. Eerst even een paar mensen persoonlijk nieuwjaar wensen, want ik zou dat zo graag aan mijn lieve vrouw Rita willen doen, aan mijn goede moeder en aan mijn dochter, want ik ben er dan niet. En vanaf deze plaats mag ik dan toch wel eventjes gelukkig nieuwjaar zeggen. En natuurlijk, ja, dat mag wel eventjes hier, hè, dames en heren, ja. En ik hoop voor u allen thuis en voor u in het Spand, dat het een heel gezond nieuwjaar wordt. Dat een nieuwjaar wordt met heel veel gelukjes, laten we maar over gelukjes gaan praten. En in ieder geval heel weinig verdrietjes, want dat is natuurlijk wat ons allemaal wel eens overkomen kan in zo'n loop van het jaar. Als dat toch maar beperkt blijft, dan valt het allemaal best mee. Goed, oliebollen, champagne, door mij een keurige heer in rok gebracht. Dat zal waarschijnlijk nog wel straks wat meer gebeuren. En met wie gaan wij Babbeloni doen? Een hele speciaal Babbeloni, u heeft er waarschijnlijk al wat over gehoord. Dus niet de gebruikelijke 3 ronden, iedereen krijgt 1 ronde, maar iedereen zijn een heleboel mensen. Het zijn er 10 tallen vanavond, allemaal bekende coryfeeën die we de revue laten passeren. En ik hoop dat het lachen wordt, want lachen, dat hebben we het komend jaar vooral nodig. En lachen doen we zeker met het panel wat ik nou weer aan u voor ga stellen. Onze vaste mensen hier, daar komen ze weer. Willem Duis, Loes Haasdijk, Jos Brink. Kijk. De kelken worden gevuld. Gelukkig nieuwjaar, Pim. Dankjewel, Jos van Zelden. En ook voor je vrouw en je dochter. Ja, oh. Dank je zeer. Ja, dat wou ik toch even kwijt. Gaat het zo, Jos? Oh, er staat nog een schaaltje, Jos. Nee, die schaal is voor hun. Voor hun. Hoe vind je deze, Jos? Oh, ik heb een hele rare hier meteen alweer. Je weet nooit hoe die dingen uitvallen. Oh, ik heb geen saddoekie bij me. Heb je een saddoekie bij je? Oh. Nee. We zitten onder de poeders en ik doe het. Als ik hem wel terugkrijg, want er wordt waarschijnlijk nog wel even gebruikt. Je krijgt zo'n gewassen terug. Zakje, doe, kom zo. Hoe laat is het? Goede vrienden. 12:15 al, hè? Het is 12:50 inmiddels al geworden. Ja. Ik wilde zo graag aan jullie als eerste vragen of jullie ook wat, en dat denk ik zeker dat jullie het hebben, wat te wensen hebben. Loes. Heb jij mijn familie ook al gelukkig nieuwjaar gewenst, Pim? Nee, maar bij deze heel graag. Nou, dan hoef ik dat dus ook niet meer te doen bij deze. Ik hoop dat iedereen die het goede voornemen heeft om van het roken af te komen dit jaar, dat ook werkelijk doet. Mooi. Ja, Willem, heb je de oliebol op? Nee, ik mag niet praten met volle mond. Nee. Maar ik wacht ook even. Ik weet het niet. Ik zou zeggen, ik wens dat alle feministes dit jaar weer een BH gaan dragen, maar... maar... Ja, maar ik heb er 2 punten die ik naar voren zou willen brengen. Ja, dat deed je al. Zijn we weer! Juist. Mijn allerdiepste wens is... En dat meen ik nu volstrekt in ernst, Pim, als ik even serieus mag zeggen. Nou, dat is heel graag. Want het is toch een belangrijk moment. Is dat mijn biljartgemiddelde van 2,25 tot 2,75 omhoog mogen gaan dit jaar. Dat is hard voor gewerkt moeten worden. Geen bal. Ja, het is een persoonlijke wens. Ja. Het zal best dat het heel belangrijk is natuurlijk. Ja. Ja, je hebt ja, ik heb ook een persoonlijke wens. Ja, joh. Ik hoop maar dat de Kamerdebatten weer op de televisie worden uitgezonden het komende jaar. Want er is al zo weinig te lachen in dit leven, hè? verder hoop ik dat het ganse Nederlandse volk zeer spoedig van dit afkomt. Want je gaat 3 dagen ga je niet en daarna 3 dagen voortdurend. En verder hoop ik dat mama en papa die kijken en mijn broers en mijn schoonzusje en Frank en mijn schoonmoeder en dat ze allemaal, dat we bij elkaar mogen blijven. Dat is een hele goeie.
Babylonië doen. Wij hebben heel wat rondes te gaan, beste mensen, en we gaan gauw beginnen. En u bent zeer benieuwd wie de eerste zijn in die lange rij. Dat zijn mensen die bekend zijn in de lichte muziek. En wie begroeten we als eerste? Mieke Telkamp, Tony Eijk en Willeke Alberti. Ga je zitten, Mieke? Gaat het, Mieke? Ja, stoelen zitten weer aan elkaar, hè? Zoals altijd. Nee, maar toen hebben jullie ook zo zitten schuiven dat regisseur John Schelfhout heeft gedacht dat binnen de stoelen aan elkaar en dan hebben we dat geschuift. Goed zo, daar zitten ze met z'n drieën. Heel goed. Glaasjes gevuld. Mieke heeft het, als het niet waar is moet je het zeggen, hè? Maar je hebt hetzelfde pakje aan als 6 jaar geleden bij de weekendquiz. Ja, hè? Is Mieke, waar, hè? Nee hoor, Mieke. Dat is zo. Ja, het is waar. Ja, zie je wel. Nou, ik heb oog voor details. Ik heb jou gemist. Maar je hebt eindelijk een schone blouse aan, dat zie ik wel. Maar wat ik me afvraag, kan je dat pakje ook in het wit krijgen? Nee, ik stop hem in de gele. Nou, ja. Goed. Oh, schat, ik heb het gemist. Ja, toen geen potlood en nou 2. Maar, oh ja. Waar dan? Oh ja. Nee, heb jullie al een potlood, jongens? Ja. Nou, het spel hoeft niet uit te gaan leggen, hè? Aan jullie. Nee, dat hoeft niet. Het was alweer een tijdje geleden. Oh, je zet meteen de fles in je mond, jij, hè? De fles. Werkelijk. Mieke, na dit eerste, nipje mag jij ook, tenminste, ik zou het leuk vinden, ook even wat. Meneer Brink, zou u zich even bij de bol willen houden nu? Ja, ik moet, dat de mensen te eten hebben ook. En je mag nooit gooien met eten. Ja. Nou, dan gaat hij eten, dat is heel goed. En Mieke gaat even een wens, zou ik leuk vinden, Mieke. Ik heb een wens. Ik heb een wens voor 1982. Ik wens jullie en u hier in de zaal en thuis een heel gezond en gelukkig 1982. En ik wens al mijn collega's een enorme hit. Zo. En Willeke? Oh, ik? Jij ook? Oh, ik vind dat zo moeilijk, Pim. Je valt zo ontzettend snel in gemeenplaatsen. Gelukkig gezondheid is altijd goed. Nou, dat meen ik ook. Ik wens inderdaad alle mensen waar ik van hou. En dat zijn er een heleboel. Horen wij ook bij. Daar horen jullie ook bij. Die wens ik inderdaad een goede gezondheid toe. Wat ik het allerbelangrijkste vind in het leven. En dat ze inderdaad ook een hele tijd nog bij me blijven. Dat wens ik. Dank je. Nou, mijn wens is voor het nieuwe jaar mijn stokpaardje. Veel Nederlandstalig repertoire op de Nederlandse zenders. Van beter niveau. En ik hoop dat alle discjockeys dit zullen horen. Op de zonneochtend. Voordat het 4 uur wordt vannacht, zullen we maar wat gaan doen. Ik wou zo graag een paar onderwerpen eventjes hier hebben. Dag Monique, daar is Monique. Die weet ze wel. Zo. Een nieuw jaar, daar komen de onderwerpen. Oh, ik heb een heel leuk onderwerp. Juist. Ja. Juist. Daar kan je waarschijnlijk op het een al wat van zeggen. Nee, Loes begint. Oh ja. Nee, ik moet even kijken. Moet je nog even kijken? Loes, kan het? Alia. Ja. Ja? Jawel, hè. Het is een wel populair onderwerp, want ik weet zeker dat bijna de helft van Nederland mijn onderwerp nauw aan het hart draagt. Hoewel mijn onderwerp zelf geen politieke voorkeur laat blijken, wordt mijn onderwerp meestal door rechts gehanteerd. En hier laat ik het bij. Hey, goed, Loes. Ja, want ze hebben maar 1 ronde te gaan. En wat dat betreft gaan ze ook niet al te makkelijk maken. Ja. Ja, Willem? Nou, ik vind dit zo laag bij de grond, mijn onderwerp. Schrikkelijk. Nee, dat is een soort onderwerp, laat iedereen naar zijn pijpen dansen. Daar hou ik niet zo erg van. Belachelijke herrieschopper. Maar het zal wel spoedig weer stil worden rondom mijn onderwerp. Denk ik zo. En daar laat ik het bij. Oh, goed. Kijk. Ik weet het alweer, denk ik. Mieke zit te schrijven.
Ja, Jos, nou moet hij toch. Oh, ben ik ja, al? Ja, nou moet ik. Nou, ik zat te kijken naar Mieke. En toen? Nou, omdat mijn onderwerp hetzelfde soort kop heeft, hè, eigenlijk. En ik vind dat ik nou wel voldoende gezegd heb. Nou, nee, het is dezelfde namelijk kop mijn... Als ik heb. Ja, een beetje een heet hoofd. Een heet hoofd? Ja, een beetje een heet hoofd is heet. Mijn onderwerp. Laat kopje ook wel eens hangen. Ja. En mensen zitten vaak met hun neus erbovenop. Op mijn hoofd niet hoor. Jawel, toevallig wel. Dat weet ik wel, jawel. Ook kindje met zo populair, dat weet je nog niet. Oude brink. Mm-hmm. Maar eerst een gokje, dat doen we wel. En dan zeg ik altijd bij een gokje, het kost het geen punten. Ja, dat gaat dus nu niet op, maar eerst een gokje. Zomaar dat je zegt van, heeft Jos het daarover? Nee, Jos heeft het nee, niet. Of Willem, of Loes. Willem heeft iets met voeten te maken. Is het een pedicure? Een pedicure zou er wel naar zoeken. Mag ik... Ja. Mag ik een gokje wagen? Ja, natuurlijk. Toch? Bij Jos. Hm? Het is een heet hoofd, heb je verteld. Hm? En hij laat het kopje hangen. Mm-hmm. Is het Cassius Clay? Nee, ik krijg geen applaus voor het hier. Nee. Geen Cassius Clay. Nee. En Mieke? Willem. Willem? Hij is af en toe stil en zo. En het is oud. Ja, is de gillende keuken, meid? En ik ben ook in het nieuwe jaar zeer streng. En je hoort aan het applaus wel ja, welke kant het op moet. Maar ik wil die exacte benaming. Ja. Maar van Willem, kan je... Nee, jij mag niet meer... Oh. Nee, dan moet je drukken weer rammen. Wij gaan beginnen met vragen stellen. Dat betekent wel, Teun, dat je wel mag beginnen. D'accord. Met vragen stellen, maar... En het betekent ook, jongens, met die knoppen, hè. Dus als je wat weet, ook wanneer hij dus zegt van ik ga door en jullie weten het, op die knop drukken. Mag ik, wie moet die knop drukken dan? Wordt vergroot ook. Nee, als je het weet, maar je gaat nou eens vragen stellen. Oh, prima. Een tijdje, doe maar. Nou, ja, ik heb één handicap. Gerry Kneteman had beloofd dat hij met een groot bord hier achter de schermen zou staan om even het woord te raden. Ik zou dat omgekeerd ook even bij hen doen, maar hij staat nu met zijn handen in zijn zakken, geloof ik. Dus ik krijg van hem geen reactie. Van Willem, is het eetbaar? Nou... Het lijkt me niet zo erg lekker. Maar misschien voor mensen die van hele hete Indische rijsttafel houden. Dat weet ik niet. Ik heb het niet gevolgd. Ga maar door, toch? Nee, eigenlijk niet. Je kan het meenemen. Ja, kan je het meenemen van jou? Ja hoor. Ja, kan in je binnenzak? Ja. Ja, ja. Ja, ik zou het niet aanbevelen, maar het kan. Het is geen nagelveiltje. Nee, dat bij de voeten hebben, dan moet je drukken. Nee, als je denkt. Mieke? Jos. Ja, schat, zeg. Het leek op mij, hè? Nou, soms. Wat heb ik gezegd? Gebruik ik het? Nee, ik geloof het niet, hè? Heb ik het bij me? Nou, je zou wel gek zijn. Waarom? Nee? Nee, je zou gek zijn als je het bij je had. Ja? In je tasje? Nee, dat zou gek zijn. Nee. Kan ik het aanraken? Hè? Je kan het heel aanraken, tuurlijk. Dat was het, Mieke. Nee hoor, ze mag best nog even door. Nee, ze mag niet even door. Ik ga naar Willeke toe. Is het lang? Mijn onderwerp? Ja. Ja. Nou, dat kan heel, heel lang zijn, maar ook wel eens een heel kortje. Ja. Komt het hele leven voor, ook bij mijn onderwerp. Zijn het ook wel eens, bestaat er Zeus iets in die trant? Nee, maar Mieke, je moet wel zeggen, is het dat nu? Als je druk bent, dan krijg je het druk. Wat denk je dat is? Nou, dat is waar. Geen idee. Dus nu mag ik een vraag stellen aan Jos? Nee. Maar zij was aan de beurt. Zij was aan het vragen. En als jullie denken iets te weten, dan moet je... Nog één vraagje, want die bel gaat zo snel. Doe maar. Ja. Vraag nog maar even iets, hoor. Het is een heel... Is het een sigaar? Nee, nee. Nou, ik geloof dat er hele duidelijke indicaties zijn. We houden nou even op met de vragenstellerij. We vragen de
voorwerpjes er even bij, zoals u dat ook van ons gewend bent, de voorwerpjes. Monique, laat maar eens zien. En dan mogen jullie gewoon ieder weer voor jezelf, als je denkt van dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Druk op de knop en geef het antwoord. En ik denk dat onze geachte leden aan de linkerkant van de tafel nog wel wat te vertellen hebben over uw voorwerpen. Willem, een beetje rustig met dat ding. Want anders dan wordt het zo'n toestand met die oliebollen. Ja? Pijp. Ja! Hoe weet je dat nou? Ik had nog niks gezegd. Jawel, mijn neus. En dan, jawel. Mag ik wissen? Ja, Willeke. Willem, een voetzoeker. Ja! Dat gaat goed, zie je wel. Als je me eventjes nog een kleine aanwijzing krijgt en even nadenkt over... En wat is het van Loes? Nee, begrijp ik niet. Ik geef nog even voor ik dit uitleg nog een kleine aanwijzing. Mijn onderwerp zet graag de puntjes op de i en komt op ieder gewenst moment uit de veren. Maar goed, ik maak er nu een rebus van. Als je het tweede gedeelte neemt van dit voorwerp en je neemt het andere woord voor dit voorbeeld... Ja. Jij bent eerst. Dit is een balpen. Ja! Heel goed. Sorry. Heel goed. Al drie geraden met de voorwerpen erbij. Willem, wat maak je? Willem maakt er altijd een zootje van. We keilen alles gezamen. Nou Willem, laat maar even staan. We vragen zo wel een doekje. Jongens, was uitstekend. Jullie hebben het heel goed gedaan. Jongens, zijn vet te hebben. Alles vliegt over die tafel. Ja. Ik moet de teugels wat strakker aantrekken. Heel hartelijk bedankt dat jullie zijn gekomen. Ik wens jullie een hele plezierige nieuwjaarsdag en heel goed jaar. Neem je champagne. Mieke Telkamp, Tony Eijk, Willeke Alberti. Bedankt. Ja. Willem, veeg je even. Worden nieuwe glazen neergezet. Voordat Mies dit theater in beslag nam, placht ik hier glazen om te gooien. Misgenomen. Je gaat weer behoorlijk tekeer in ieder geval. Doe het hier ook nog maar eventjes. Ja, wij gaan verder, dames en heren, met een ronde, de tweede ronde, actualiteiten. Actualiteiten en deze mensen, dat zijn, en daar komen ze weer en begroet ze met een hartelijk applaus. Ruud ter Weide, Ria Bremer en Kees van Drongelen. Hallo. Ga er maar in zitten, jongens. Probeer er maar wat van te maken. Ga lekker zitten. Ruud was op alles voorbereid. Die heeft kennelijk erachter gehoord wat er hier allemaal aan de gang is. Heel goed. Zou ik van jullie ook de wens mogen horen? Of wat jullie de mensen thuis en hier in het Spand te vertellen hebben? Ria? Nou, ik word dus, ja, ik weet het eigenlijk niet zo erg goed hoe iedereen roept van al die mooie dingen. Ik denk dat ik maar hoop dat zoveel mogelijk van al die mooie dingen voor alle mensen waar worden. Nou, is dat prima. Ja. Heel goed. En Ruud? Nou, het is allemaal gezegd gisteravond, eergisteravond. Het is nu 1:15 in de ochtend. Alle postbodes die de post bij me hebben gebracht door dat takkenweer heen. De krantenjongens die dat gedaan hebben. En mijn moeder, waar ik nu niet in de buurt ben, die is bij mijn zus. Hallo ma. En dan gelukkig 1982. En Kees? Pim, ja. Ik wens iedereen een hele mooie, grote doos vol tevredenheid toe. We denken nog wel eens dat het gras dat in de tuin van de buren groeit veel groener is dan dat bij ons in de tuin. Maar meestal is dat al niet zo. Laten we ons in het komende jaar ook eens realiseren. Dit is heel serieus eigenlijk, hè, wat ik zeg. Maar laten we ons in het komende jaar eens realiseren dat we het eigenlijk nog steeds zo kwaad allemaal niet hebben. Dat is wat ik denk. Heel goed. De wensen van Ruud, van Ria, van Kees. En de onderwerpen, want we gaan gelijk door. Ja, we gaan gelijk door. Daar komen ze jongens en er wordt weer heel serieus spel gespeeld, al is het maar één ronde. Papiertje, pen, potlood, wat jullie willen. Wie kan ik als eerste het woord geven? Willem. Nou, dat vind ik best. Ik ken jou daar.
Nee, ik vind het zo leuk dat wij 4 uur geleden keken naar de sterrenslag en dat daar deze 3 coryfeeën ook in het strijdperk waren, ieder op een ander front. En dat ze nu dan pas op het intellectuele vlak getest worden aan ons uitermate hoog uitgevallen IQ. Zodat ik mag melden dat mijn onderwerp, lieve vrienden en vriendin, meestal een glaasje op heeft. Dat mijn onderwerp altijd zeer op de kleintjes let en past. En dat ik voor mijn onderwerp graag een oogje toeknijp. En daar laat ik het bij. Ja, mooi. Ja. Een uitstekende omschrijving. Ik geloof dat Jos weer wil dat Loes het nou zegt. Nee, ik kan ook een baal schelen. Wil je dat ik doe? Ja. Ja? Ja. Oh, nou let op, panel. Kandidaten. Mijn onderwerp heeft een zeer slanke taille. Je kan er gewoon... Het is zo slank dat je er dwars doorheen kan kijken, hè? En daardoor is ze ook vaak erg draaierig. Want daar krijg je er natuurlijk van, hè? Daar word je zwak van. En mijn onderwerp heeft helemaal niks met woestijnbewoners te maken. Maar hij heeft wel 2 bulten. Zoals een kameel. Wat is die wel? 2 bulten wel. Nee? Kameel, of is dat een dromedaris? Nee, kameel heeft 2. Ja. Maar dat is het dus niet. Dromedaris en dromedaris heb je natuurlijk maar. Ik kook er weer een soepje van, jongens. Ga er maar aan staan. Ja. Loes? En het bedankt, is... Jos. Je zou van mijn onderwerp kunnen zeggen dat het een combo is dat niet van ophouden weet. Wat je trouwens niet zou verwachten, want om het begin van mijn onderwerp te vinden, dat is niet zo makkelijk. Maar daarna meteen speelt mijn onderwerp een heel belangrijke rol. Nou, denk ik je? Ja, jongens, wij schatten jullie hoog in, hoor. Want we hebben dat al eens eerder meegemaakt, met Ria en met Kees. Mag ik het gokje vragen aan jullie? Zou maar eens even zeggen, van, zou het daar en daar en daar over gaan? Kees? Willem, ik heb genoteerd, hè. Heeft meestal een glaasje op, zeg ik het goed? Let op de kleintjes en knijpt af en toe een oogje toe. Is het een bewindsman? Jouw 2 eerste formuleringen zouden daartoe aanleiding kunnen geven, maar ik moet helaas stellen dat het niet juist is. Ria? Ach, ik vind het echt ontzettend moeilijk. Met het glaasje op, met die in die taille, dacht ik onmiddellijk aan een flesje neven, maar dat... Het glaasje op en de taille zijn 2 verschillende... Ja, dat zijn mij weer, ja. Oh, ja, doe maar een gokje, doe maar. Nou, bij Loes dacht ik even aan een, hoe heet zo'n ding waar je in moet lopen en dan het einde niet kan vinden? Een doolhof? Ja, een doolhof. Nee. Dat slaat nergens op. Nee. Ah. Nou, ik vind het niet gek. En Ruud? Nou, dames en heren, Van Drommelen. Ja, bedankt. Ziet wat de zeggen staan, moet ook staan. Is dat zo? Ja, maar moet ik zo meteen beginnen, want dat staat ook allemaal nergens op. Nu doen we een ook. Quizpanel hier. Ja, nou, bij Jos een nijlpaard. Dat zou het kunnen wezen. Als hij uit die Nijl klimt. Ik geloof dat we wat vragen moeten hebben, jongens. Want dan komen we nu uit. Ria, wil jij beginnen? Nou, ik wil wel beginnen. Het is echt heel moeilijk. Jos, kun je erop gaan zitten? Ja. Hartstikke zitten. Nou, nee, ik bedoel... Het doet hartstikke zeer, maar je kan erop zitten. Kan best. Ja. Het kan toch? Ik lieg. Maar dat, jij zei iets van je kunt er doorheen kijken in het midden, hè? Ja. Maar dan is het nog wel 1 geheel? Of, nou, zoiets als jij, maar dan als dit. Ach jee, jong, ik heb echt geen idee. Dat geeft niks, Ria. Nee, misschien als Ruud gaat vragen dat je op een idee komt. Je weet het nou, Ruud. Ik kan me niet voorstellen. Willem, als je het moet aangeven hoe groot het is, hoe groot is het dan? Nou, ja, dat zo kan weer zo meter. Groot zijn en zo, tussen die 2 maanden. Nou, dat is toch keurig, dat is een mooie aanwijzing. Tussen dat en dat. Dat is een tuinkabouter. ja, dan moet ik toch even naar Loes. Maakt het muziek? Zo doorzichtig was ik toch niet? Kun je erop zuigen? Jawel hoor, ik zou het niet doen.
Het kan wel. Ja, ik dacht aan een zuurtje, want er zijn er veel die denken dat het een dubbelzinnig ochtend is op 32. Nee. Je kunt erop zuigen, zou het niet doen. Nee. Waarom niet? Nou, je kunt overal op zuigen. Pas niet in mijn mond. Jawel, dat wel, maar geen prettig ding om op te zuigen, lijkt mij. Ah. Valt weinig meer te zuigen. Ja. Ja, ik ben af. Ja, je bent af. Ja. Ja, Kees. Willem, brandt het? Nou, ik heb het al nooit gezien. Oh. Nee, Kees, het brandt niet. Loes, is het een vrouwspersoon? Dacht ik niet, nee. Dag. Wat had je, Kees? Wat had je daar staan, Kees? Wat had je staan? Een fotomodel. Ah. Ja. Oh. Maar denk je iets gevonden te hebben, Ruud? Ja, dat... Nee, laat maar. Oh, juist. Houd er bij tijds in. De voorwerpjes, ter verduidelijking. Peter zei wel hoe moeilijk het is. Ik zou jullie wel eens aan deze kant willen zien. Ja, dat zeggen vaak mensen. Die zeggen, nou moeten dat jullie maar. Dat zal lukken, maar... Je weet het. Kijken we nu. Ah, nou... Ja, dat bedoel ik dus. Ja, hoe heet die oglenzen? Oglenzen? Contactlens, hoe heet die dingen? Nee, zo groot zijn ze niet. Nee. Maar er zou zelfs een heel klein applausje voor komen. Ik wil dit wel toelichten, dit onderwerp. Ja. Dit voorwerp wat ik nu heb gekregen. Dat staat eigenlijk diametraal tegenover het onderwerp dat op mijn kaart is vermeld. Zo, dat is dat. Naar wie wordt er ver gekeken? Oh, een camera. Nee, is geen camera. Zit een glaasje op en Loes, een oogje dicht. Oogje dicht. Ja? Microscoop. Ja! Bingo! Dit is wel mooi. Heel goed, Kees. Loes, jij was nog even bezig. Jullie zien jonge mensen op weg naar de universiteit. Open school, Willem. Open school. Jullie zien er geen gat in, hè, in mijn onderwerp. Hè? Maar met mijn onderwerp... Zie je er geen barst meer van? Ga maar gewoon plaat. Met mijn onderwerp zie je er geen barst meer van. Lijn! Nee! Die gaat er niet mee. Ja! Lijn! Veldman! Nee, een lekker band, iets met ja, nee, hoe heet die? De Solusie. Nee. De zuiverband. Ja, wat is het? Een orkest wat goed dat er geen puntentellers zijn. Een orkest dat lang speelt, het is een langdradig orkest. Een concertgebouw orkest. Even. Ja? Dat lang spelen? Motorfiets. Nee! Jij moet dat weten. Een symfonieorkest. Totale chaos op het ogenblik. Laat maar even zitten, jongens. Denk even. Een slepeltje. Een patrouille. Nee. Kijk eens hier. Dat krijg je als je geen... Nou, jij doet zo. Jongens, mag ik heel even de teugels halen? Oh! Ik zie. Hallo. Een orkest dat lang spelen is langdradig. Nou, dat is toch een plakband? Dat is heel goed. Een plakband. Oh, een plakband. Ja, dat is mooi. Dat zijn maar plakband van. En Jos? Ja. Maar je nog iets van Jos zeggen? En dit is een ei. Ja, en een ei hoort erbij. En het heeft wel twee bulten. Denk nog even aan Jos zijn onderwerp. Misschien dat hij eruit komt. Het heeft twee bulten, een slanke taille, dwars doorheen. En je hebt het nodig met een asje van een ei. Met een ei. En die oor is zelf op. Ja! Heel goed, geraden. Dag jongens, zeer bedankt. Fantastisch. Of wou u het mevrouw? Ik wens jullie ook nog. Even zin. Dat is zacht gekookt. Ja, hard gekookt hoor. Oh, wat is zacht. Het is hard gekookt. Ja? Nee. Jongens. Nee, niet gooien met enig. Dag Kees, dag Ria. Ja, jongens. Dag Ruud. Bedankt. De nieuwe ronde. De glazen worden gezet. De nieuwe ronde. We gaan naar het toneel en we begroeten Kitty Jansen, André van den Heuvel en Teuntje de Klerk. Ja! André, ga jij in het midden zitten? Ja. André in het midden. Wil jij een ei, Kitty? Zo, prima. Ja, graag. Gooi het maar erin. Oh. Ja, lekker. Ik heb het even voor de paarse vieren. Rollen maar even, jongens. De champagne wordt ingeschonken. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Zou jullie zo goed willen zijn om ook een wensje te doen? Of een wens, of net wat jullie willen. Kitty? Jullie moeten raaien wat ik wens. Gematigd feminisme met BH. En veel zonuren. Veel zonuren. Van Kitty.
Dank u wel. Teuntje, net het eerste slokje op en dan lekker, toch al meteen ja. Een wens uitspreken. Ja? Ik wens iedereen een heel liefdevol 1982 toe. Want ik vind en ik denk en ik geloof als we een beetje meer dit gebruiken en misschien een beetje minder van dat, dat het er dan al beter uit gaat zien. Heel goed. Ja. En André? Nou, heel simpel. Ik ben een acteur en ik speel ontzettend veel met plezier iedere avond. Ik wens iedereen toe, wat voor werk die ook doet, met hetzelfde plezier zoals ik het doe. Dat is alleen maar de gein, geloof ik. Hè? Dat is heel veel. Ja, lol in je vak hebben. Plezier in je werk. Monique, zou je zo goed willen zijn? Want we gaan het spel weer spelen met de onderwerpen. Daar komen ze. Hebben jullie papier nodig? En ik heb hier weer een hele hoop papieren. Als jullie daar iets van willen hebben, dan geef je dat maar even door, zo van die... Zo, ja, daar staat verder. Je kunt het ruilen, je kunt het aanbieden. Nee, dat zijn gewoon een aantal dingen die wanneer je er helemaal niet meer uitkomt, dan kan je dus gewoon, mag je gewoon eens een vraag stellen. Maar de onderwerpen blijven moeilijk en daar moeten jullie uitkomen. Het eerste onderwerp, wat gaat het worden? Wie gaat het vertellen? Mijn onderwerp... Ja. Is meestal heel vrolijk en heel hartelijk. Maar hij is ook wel eens bedrukt. Dat kan je zo hebben natuurlijk, hè. En het is iemand die de bus ingaat zonder strippenkaart. Mooi. En verder zou ik zeggen, de groeten. Nog niks hoor. Ik zie mensen... Nee, je mag nog niks. Zometeen. Opschrijven, denken, daar heeft hij het over. Even bewaren. Zometeen kunnen we weer. Ja, Loes, jij? Ben jij een oliebol? Nou, nog maar niet. Oh, nee, ik moet er zo wel zeggen. Om jullie allemaal in de hand te houden vannacht. Ik heb een edel, ja zelfs keurig onderwerp, waarvan het mes aan twee kanten snijdt. Mijn onderwerp wordt regelmatig voor het blok gezet, maar dat is terecht. Want dan had hij maar met een ander bijltje moeten hakken. Oh, de En dat op dit uur, dat geeft tot stem tot nadenken. Mooi, Loes, dat is mooi. Hele goede mogelijk uur. Om Willem zit te veel, zit nog te broed. Ja, ik ben niet altijd even gelukkig met de onderwerpen die men mij pleegt voor te schotelen. Maar dit onderwerp vind ik steengoed. Het is een... Nee, dat is echt een onderwerp. Daar wil ik wel even bij blijven stilstaan. Dat is helemaal geen punt. Ik hou namelijk van mensen of... Ja, mensen in het algemeen. Onderwerpen die het leuk vinden om op een voetstuk geplaatst te worden. Dat vind ik... Luie onderwerpen daarenboven... Die weigeren om zelf één voet te verzetten. Daar laat ik het bij. Zo. Ik zie ze kijken aan die andere kant. Het eerste, dames en heren, is een gokje wagen. Voor zover jullie door jullie hele drukke toneelwerkzaamheden niet bij machtig zijn om het spel te zien. Ja, zeg ik jullie hierbij eerst een gokje wagen. En dat mag je dus willekeurig aan wie je zegt van nou, daar zou ik misschien van weten. Teuntje. Ik mis de helft. Ik dacht de kerstman. Aan wie? Bij wie? Bij jou. Bij ons. Heeft er iets mee te maken? Sinterklaas! Nee. Die heeft er geen bal mee te maken. Kerstman wel. En André? Wim. Ja, het is een ontzettend laat uur, een vroeg uur om te denken. Hè. Dat is gewoon vreselijk. Beeldhouwer. Je zit in de buurt. Zoals je waarschijnlijk weet, willen wij... Dit is volstrekt niet wat er op mijn kaartje staat. Aan de andere kant... Is er een zeker kausaal verband tussen het door Dre genoemde woord en het woord dat op mijn kaartje is neergeschreven? Ziezo. Punt. En Dre schrijft. En Kitty mag wat vragen. Hart. Een gokje. Bedrukt. Postpakket om te versturen is bedrukt. Pak van mijn hart zou ik denken. Maar die verdomde strippenkaart, hè? Die heeft hij niet. Is het het Klerenhangermuseum in Haarlem? Wel een klerenmuseum. Ik ben
te vroeg aan de champagne begonnen. Nou, dat was het dus eigenlijk niet. Hij is mooi, Kitty, maar het was niet. André, zou jij vragen willen stellen? Gedurende tot het belletje gaat, gewoon aan wie van de drie jullie denken van nou, daar zit ik toch een beetje weer in de buurt. En als jullie iets weten, ja, Kitty Teuntje, ja, een beetje, hè? Goed. Gezonde eetlust die meneer Brink. Gezonde eetlust. Ga je gang, André. Ja, moet ik vragen stellen. Oh, ja, ik blijf maar bij Wim, lijkt mij dan, hè? Staat het op een sokkel? Ja, doorgaans wel. Doorgaans wel. Goed. Ja. Steengoed, is dat leuk vinden. Een voetstuk geplaatst te worden. Ja, God, daar gaat hij alweer. Ja, nou, nog maar Kitty doorgaan, dat geeft toch niks? Ja. Als jullie denken dat je in de buurt bent, geen gang. Staat mijn sokkel. Ik kan je wel helpen, hè? Ja, help me. Nou, mijn onderwerp heeft doorgaans een lekkere, gezonde, bronzen kleur, maar ziet er ook wel eens heel bescheten uit. Ja, standbeeld. Ja, standbeeld. Ja, ik heb het idee. Wat een goed begin. Nou, ik hoop dat het ook goed gaat. Ja. Heel goed, Teuntje. Standbeeld. Helemaal geraden. Goed, Willem. Ja, Willem. Hielp ze mooi op weg. Ja. Jij mag ook meteen verder met vragen stellen, want je weet misschien nog wel een. Ja, God. Weet je, ik snap dat vrolijk, hartelijk en bedrukt niet. Ja, dat moet je ook man, nadenken, hè? Heeft hij iets met de feestelijke gelegenheid te maken? Ja, dat heeft met feestelijke gelegenheid te maken. Denk nou eens aan wenskaarten, aan... Wenskaarten? Denk nou eens die richting op. Dat stop ik. Hartewens. Nee, dat is niet goed. Het kind is een hartewens, dat moeten wij afkeuren, is niet goed. Oh, jongens, dit is een uiterst raffineerde van Jos. Ik geloof niet dat jullie daar verder weer... Ik sluit de vragenstellerij en ik vraag aan Monique of ze nog even wat wil brengen aan voorwerpen. Oh, jongens, dat is dit waar. Daar komt een koekenpannetje. Een koekenpan. Loes, zeg maar even. Mijn onderwerp woensdag gehakt van maakt, wordt hierin gebakken. Nee. Wat zeg je nou? Wat zei je nou? Wat zei je nou? Niet zo leuk. Ja. Ja. Mijn onderwerp maakt er op woensdag gehakt van en dat wordt hierin gebakken. Ja, het is al geraden. Dat is goed, het zei toch, hè? Ja, is heel goed, André. Kitty zei het. Heel goed, Kitty. Ik denk die arme man op gehakt dag, daar gaat hij dan. Ja, ze graaien. Maar daar nog even. Maar Jos, daar komen ze volgens mij nooit uit, hoor. Willem is graag. Nou, deze royale ruik, toch? Dat zou je toch krijgen op het toneel? Ja, missen. Hoe moet je dat nu afdrukken? Oh, een rozijn. Die hoort daar. Bloemen houden van mensen. Mensen houden van bloemen. En... dat zet je ook wel eens op een wenskaart. Mensen, bloemencheck. Nee, jongens, het is geen bloemencheck. Ik hou ermee op. Want weet je wat? Als het namelijk wenskaart is, dat is het namelijk. Dan kom je er nooit meer uit. Kijk, zo was hij. Oh, dat is zo. Ja, dat is een fout. Juist, ja. Een ruiltransactie. Heel hartelijk bedankt. Kitty Jansen, Teuntje de Klerk, André. Tot ziens. Nou, ja, daar kom je natuurlijk nooit mee terecht. Hè? Als je ze een paar keer het onderwerp al noemt, Jos, dan moet ik je dus ernstig voor berispen. Dat moet je gewoon niet meer zeggen. Dan komen de goede mensen nooit meer uit. Waar gaan we naartoe? Radiopresentatie. Dat is het onderwerp waar we over hebben. Tenminste, daar zijn de mensen zeer nauw bij betrokken die ik nu aan u voor ga stellen. Anne van Egmond, Jan van Veen en Meta de Vries. Yeah. Hallo Jan. Hallo. Schuim maar op, jongens. Hallo.
De afdeling radio, daar zitten ze. Ja. Hè? Huh? De corrigé. Op zondag, op maandag, op dinsdag. Noem het maar op. Wie zou als eerste, ik geef het woord als eerste aan Anne. Dus ik zou me willen bepalen tot de kleine categorie aardige mensen, maar die wens ik dan echt van alles het beste toe. Het mooiste wat er is, warm en gezellig. Dank je. Meta? Nou, ik heb thuis een kip en die heet Van Dijk. Hoe heet die? Van Dijk? Ja, ik heb er nog meer hoor. Die heet Jansen en Van den Berg. Maar ik heb een kip en die heet Van Dijk. En ik hoop nou zo dat hij in 1982 eindelijk even een keer een ei wil leggen. Of Van Dijk een ei wil leggen. Maar mag ik nog even... Is het meneer Van Dijk? Nee, het is mevrouw Van Dijk. Want... Mevrouw Van Dijk? Ja. Ja. Maar verder is het natuurlijk wel zo dat... ik heb de laatste dagen even televisie gekeken. En de wensen die... Nee. Lekker zeg! Ja. Daar was hij dan. Ja. Misschien als je hem laat zien. Nou, voor een eerste ei kan het ermee door. Maar de wensen die gieren werkelijk over het scherm. En ik geloof helemaal niet dat ik daar nog iets aan toe moet voegen. Ik wens verder iedereen die ik ken een heel tolerant 1982. En verder wens ik iedereen het beste. Heel goed. Dank je wel. Ja. Jan? Ja. En Jan, wou je het in een gedicht doen, Jan, of niet? Ik had het in de vorm van een gedicht willen doen. Ik zou... Ik Mantovanina. Laat eens horen. We moeten even denken dan. Ik zou me willen wensen een prachtig muzikaal jaar. Natuurlijk een gezond en een vredig jaar. En ik zou op dit moment ook de mensen willen bedanken die in het afgelopen jaar niet alleen geluisterd hebben naar een laatste AVRO radioprogramma op maandagavond. Hoe heet maar, dat? Dat heet Candlelight. Oh. Ik zou dit bijzonder de mensen willen bedanken. Ik zou het bijzonder willen bedanken de mensen die mij gedicht hebben toegestuurd. Want dat doe je niet zo 1, 2, 3. En ik hoop dat ze dat in 1982 blijven doen. Bij de kom. Zo zeker het. Op. Monique. Je hebt een drukke avond, Monique. Een drukke nacht, liever gezegd. Want je moet alles maar weer met die onderwerpen komen. Maar dat is ja, omdat het maar één rondje is. Hè? Mag ik die van jou winnen? Straks. Straks. Nog even niet, Jan. Hebben jullie wat papier? Ja, hè? Nou, ik schrijf ook. Jullie komen er wel uit. Mag ik aan... Wat is dat daar nou weer met die oliebol daarvoor? He? Nee. Hij vreet al die dingen aan, dan laat hij ze liggen. Nee, dit is voor straks. En deze daar kan ik een karambol mee maken. Wie mag ik als eerste het woord geven het onderwerp? En dat wat we opletten en jullie kunnen aantekeningen maken. Jij Willem? Goed, ja. Daar komt hij. Jongens Willem. Mijn onderwerp, en dat is... Daar ben ik zo trots op, dat wat ik nu ga zeggen. Daar ben ik zo trots op. U ook. Oh, wat. Even, emoties van het oude jaar. Eventjes. Ja. Goed, nu dan. Mijn onderwerp schiet even snel als Lucky Luke, loopt even hard als Olga Commandeur en treedt zelfs in de voetsporen van Frank Sinatra. Zo. Nou, daar kunnen jullie even mee terecht. Ja, blaas maar even uit, Meta, maar... Begeven. Wie mag nou het woord geven? Loes? Kom hier even nadenken. Wat is echt een nadenkertje dit? Dat is wel mijn, heel mooi. Mijn onderwerp is met weinig tevreden. Hij slaat wel eens een slagje, maar ook niet meer dan dat. Is daar vooral 's nachts mee bezig en overdag werkt hij. Ja, Jos. Ben ik al. Ja, mijn Jos. Onderwerp heeft ja, ontzettend te maken. Met het onderwerp. Met mevrouw Van Dijk. Ja. En meer durf ik niet uit te leggen. Nee, het geeft ook wel een hele goede indicatie. Nou, mevrouw Van Dijk, pardon, Meta. Denk maar even na. Je mag een gokje wagen. Wil je dat, zou je dat zo goed willen zijn om dat te doen? Aan Jos of aan Loes of aan Willem. Is het dit of is het dat? Vraag eens wat.
Jouw onderwerp legt dus niet. Je mag nog geen vragen stellen, meneer. Ik heb niks. Oh, mag ik nog geen antwoord geven? Nee, ook niet. Ook niet. Nee. Ik geef geen maar antwoord. Oh, ze hebben de oortjes zo open. Gewoon een gokje wagen, nee? Loes, is het een klok? Nee, meneer. Nou, doodstilte. Jan, gokje? Ik heb geen idee. Ja, ik, dan gokje. Daarvoor is het een gokje. Loes, is het een kaars? Nee. Hij blijft dicht bij huis. Hij laat wel de vloer met zich vegen. Joost, is het advocaat? Daar heeft het ontzettend veel mee te maken. Meda begon bij het gokje. Jan mag beginnen met vragen te stellen. Willem, jij zei schiet als Lucky Luck, loopt als Olga Commandeur en je zei iets van Frank Sinatra? Zij treedt zelfs in de voetsporen van Frank Sinatra. Zij, het is een zij. Nee, ja, dat zei je er net niet. Nee, dat maakt niet uit. Zij of mijn onderwerp. Ja. Is aardig. Ik vind dat jij voor mij het jaar leuk doet beginnen. Schiet als Lucky Luck. Jan, jij wil nog wel eens een kaarsje doen oplichten. Je moet wel een groot licht bij je opgaan als je mijn onderwerp wil ontdekken. Denk nog maar even na, Jan. Anne, wil jij vragen stellen? Moet dat? Ja, nou dat hoeft niet. Nou, ja, liefst wel. Ja, liefst wel. Maar aan wie maakt niet uit? Dus je denkt van nou, daar zit ik misschien toch een beetje voor. Willem, is het mannelijk of vrouwelijk? Nou wil ik het weten. Nee. Ik kan beide. Ik zou het niet weten, volgens Van Dalen. Het zou een vrouw moeten zijn. Ik dacht het waarom? Vrouwelijk. Nou, dat leg ik je straks. Mag ik nog meer vragen? Mijn zeer hooggeleerde collega aan deze zijde zegt dat het vrouwelijk is. Ja. Zou het moeten zijn. Maar als het mannelijk is, dan is het mannelijk. Is het een verschijnsel? Het is een... Ja? En het gekke is dat mijn verschijnsel of onderwerp steeds langer wordt naarmate de wijzers van de klok verder voortschrijden. Nou. Dat is een mooie in 1982. Is het een man? Nee, dat is niet een man. Nee. Ik ga met de vragen naar Meta toe. Jos, is het geel? Als ze ziek zijn, zijn ze allemaal geel. Nee, het zijn geen gele bijen, nee. Normaal niet.